Oké, heren, dames, ik ga echt. Ik heb nog een aantal dingen te doen. Dus het is een trailer. Het wordt een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar het is altijd interessante analyses. Want het staat gewoon op het internet. Het is vereeuwigd in die zin. Mita, Willem Engel. Ik heb Willem Engel net nog gewhatsappt. Hij nam niet op of zo. En ik heb volgens mij een boodschap ingesproken. Willem Engel, ik denk dat je de duivel dient, jongen. En dat ben ik wel zeker hoor, dat ben ik wel zeker, maar daar niet van. Maar in ieder geval, nou, we wachten totdat Willem Engel terugbelt. En nu een of andere bespreking op het internet, allemaal interessant lopen doen. En zichzelf 100.000 keer tegenspreken en allemaal onzin van een stelletje fantasten. Mita, Willem Engel en weet ik voor wat. Ik heb zo'n hele vieze dweil in de badkamer staan en allemaal plukken eruit. En ik spoel hem uit, maar het blijft een vieze dweil. En Willem Engel en Mita met jullie trollen. Alleen maar ego, ego, ego. Wat maakt het uit wat mensen over je zeggen als ze toch fout hebben en je dingen doet vanuit een zuiver hart? En nou, jullie dienen Satan, ik dien God. En nou, er is een trailer. Mita en Willem Engel in gesprek op de mondkapjespecialist. En tot de volgende aflevering. Hij komt pas van het weekend, jongens. Mijn excuses, want ik heb even een zitting morgen en alles en zo. En we moeten nog wat zaken aan de kaak stellen. Nou, tot de volgende aflevering.